Dat is eigenlijk een beetje... <hierg> dagelijks D. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van The Sims hier op Dagelijks D. Wij zijn teruggekeerd om eigenlijk rebels... Je, uh, of Jos rebels op te laten groeien. Jos die wilde gelijk haar huiswerk maken. Jos die moet eigenlijk nu naar school toe. Wat wij dus gaan doen is gewoon... Een crimineel opbrengen. Echt een rebel. Een. Mislukkeling? Mislukkeling is wel erg. Uh, erg. erg uitgebreid. Wat we daarentegen wel moeten doen. is gewoon de rest van de fucking familie. wel gewoon naar werk moeten laten gaan. Zoals Hester. Nou, Milan heeft nog geen werk. Melvin, die moet wel eventjes een boekje schrijven ondertussen. Telefoon voor Jos. Oh, je bent te laat. Schoolhoofd bel me. Zal ik opnemen? Kijk, hier irriteer ik me nog gewoon echt mateloos aan. Zal ik opnemen? Dan zou je verwachten ja. Nee. Hier staat gewoon letterlijk oké. Okay. Oké, okay, dan neem ik op en dan nee. Ik cancel het telefoontje. Fuck, het schoolhoofd. Denk jij dat ik heen ga? Jij bent helemaal wakker. Dit is zo apart. Don, meneer. Oh, wat? Don is met het betrouwbare werkbroek in hand. Uh, blah, 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 blah. Oh, het lijkt echt een nieuwe tekst. Alleen sturen, sorry. Kijk, dit vind ik nog het meest schijnige. Don, meneer. Devani. Gewoon echt van mijn andere serie. komen ze gewoon letterlijk even hier voor het huis koekeloeren. Wat doen jullie? Wat komen jullie hier doen? Jullie, jullie komen pas weer op, op mijn kanaal weer tevoorschijn. Ga, ga. Gewoon ga. Oké, okay, oké. Okay, dat is leuk. Jullie hebben even heel een momentje gehad. Nu mogen jullie echt weer even uh, <laughs> wieberen. Dat begint weliswaar gewoon op iets te lijken, joh. Na. Oké, okay, naarmate hij hoger gaat, wordt het steeds een, een grotere ergernis om naar te luisteren. Serieus? Zit er nog steeds zwavel in dat verlepte ding? Zit, voor hoe lang is dat ding nog gesaboteerd? Ga nog een keer daar naartoe. Ik weet dat het, het stinkt. Ga, ga er eens in. Al blijft hij echt constant zwavelen, dan... Hij blijft zwavelen. Voor hoe lang blijft zwavel erin zitten? Dat heb ik echt. de fucking vorige keer erin geknald. Dit is ongelooflijk, dit. Is ongelofelijk, dit. Uh, je hoeft er niet nog steeds in te zitten hoor. Je zit er echt in en je voelt je verschrikkelijk. Vind je het logisch? Je gaat toch ook niet in een zwavelzauna blijven zitten? Maar welke bij de Sims waren dat, dat dus wel gebeurd? Oké, okay, ik ga. Uh, ik bedoel, we worden toch een crimineel of wat dan ook? Weet je, fuck it. Ga eens. Wat is dit? Asteroïde in aantocht. Er raast een asteroïde op de planeet. Wat moet Joost dus doen? Met ruimteschip blokkeren of proberen kapot te knallen. Wat ik heb geleerd van uh, eigenlijk filmpjes van Neil deGrasse Tyson en Bill Nye... Is dat een asteroïde proberen kapot te knallen. Vrijwel niet te doen is. Maar we kunnen hem wel gewoon wegsturen als het ware. Dus met ruimteschip blokkeren. In dit geval zou naar zijn. Want dan gaat waarschijnlijk ons schip stuk komen en niet meer terug. Maar proberen kapot te knallen zal waarschijnlijk ook niet goed gebeuren. Maar knallen. Ik wil in ieder geval met Jos wil ik gewoon even de ruimte verkennen. Aangezien je bent een alien. Succes! De asteroïde barst in talloze stukjes uiteen. En de brokstukken veranderen, verbranden in de atmosfeer. Joost weet wat losse stukken te pakken te krijgen. Nou, goh, wat een feest! Je hebt een ruimtesteen gevonden. Die is nog best fucking cool. Die zet ik even hier neer. Jij, ja, 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 ja. doei doei doei. Oké. Okay. Wat in de flux is dit? Nou, de een gaat net de ruimte in en de andere komt net terug. Hé, hey, Joost, mooi man. Je hebt gewoon de wereld gered. Ruimterace. Joost raast door de verre uithoeken van het universum heen. Waarin ze ineens iets extreem vels onder haar ziet schijnen. Uh, terwijl ze steeds dichter in de buurt komt, hoort ze de razende motoren. De, de conclusie is snel getrokken. Het is een intergalactische racebaan. De winnaar van de race wint de hoofdprijs, maar de deelnemers weten duidelijk van wanten. Jos moet er wel heel zeker van zijn dat het ruimteschip tegen zo'n race is opgewassen. Moet Jos deelnemen aan de race? Yolo, nee. gewoon doen. Fuck it, fuck it. Oké, okay, wa wat moeten we nu voor doen met dit ongewone ruimtesteentje? Kan niet hierbij op tafel. Dus we zetten het wel gewoon in dit hoekje neer. Dit zit onze ongewone ruimtehoekwetenschap-ding klaar af. Jos neemt haar plaats in aan de start. De deelnemers rechts van haar is een vrouwelijke Kanine Sapiens. die een strakke XR-315 besturen. De tegenstanders aan de linkerkant hebben een is een grof gebouwd buitenaards wezen. Dat zijn TS555 flink laat loeien en zijn felrode tanden blootlacht. Bang! Daar gaat het startschot. De race is begonnen. Zoom! Jos heeft een uitstekende start gemaakt. In de 105e bocht analyseert ze haar positie in de kopgroep. Hondenmeisje maakt het daar helemaal niet gemakkelijk en Rotand volgt uh, Jos op de voet. Moet Jos het zelfvertrouwen van hondenmeisje verpulveren door plank gas te geven? Of dit tempo volhouden tot de laatste paar rondjes? Mijn wielrenkennis zegt: tempo volhouden en dan echt op het laatste uh, sprint doen. Maar aangezien dit de Sims is, ervoor gaan. Knallen. De Sims is altijd anders van de realiteit. Het is dus gewoon totaal geen simulatie. Waardoor we dus nu op ons beeld hebben, Jos heeft gewonnen. Wat heb je aan stuurraketten als, als je ze nooit kan gebruiken? Jos ontsteekt haar stuurraketten en schiet naar voren. Als gevolg bijten hondemeisje Rotant en de rest mooi in het stof. Wat een triomf. Met het prijzengeld in de hand maakt ze dat ze wegkomt. Niet dat ontevreden verliezers haar trouwens te pakken zouden kunnen krijgen hoor. Ah, leuk hoor. En we hebben één grote ruimtesteen gevonden. Hé, hey, er is nog zo één. Deze is wat moet je kijken hoe fucking groot die is. Oké, die zetten we in de kelder neer. In de kelder. Dit is mij belachelijk. Moet je kijken hoe groot die is. En je kan hem ook gewoon echt in je inventaris plaatsen. Dit past toch niet in een broekzak. Oké, okay, ik ga eens even kijken met deze edelsteen. Dan ga ik dus proberen Buitenuitse omgeving testen. Want ik wil. Ik weet niet of het mogelijk is. Ik heb het ook nergens gezien of reacties daarover gelezen. Ik wil kijken of het mogelijk is om met een alien dus naar een buitenaards... ...planeet gaan, als het ware. Kijk, op een gegeven moment wil ik gewoon dat er een soort van poort ontstaat... ...waardoor je dus gewoon letterlijk er doorheen kan lopen. En dus, hey, look at me go. Ik sta op planeet... ...Flerbiscurb. Alleen, het is elke keer testen en... Er, er komt geen conclusie uit. Wat wil jij nou weer, Joost? Oké, okay, misschien moeten we dit ding even opnieuw kalibreren. Want volgens mij werkt hij niet helemaal zoals wij willen. Dus als een alien een kalibreert. dan zou je zeggen dat hij verstand heeft van coördinaten, wiskunde, al die andere meuk. En dan zal hij waarschijnlijk goed gekalibreerd worden. Met dus als gevolg dat we naar een buitenaardse planeet kunnen. Het is allemaal een theorie. Ik laat nu gewoon mijn gedachten de, de vrije loop gaan. En het kan af en toe goed werken. En het kan af en toe fout werken. Oké, okay, hij is opnieuw gekalibreerd. Is het nu mogelijk om naar het planeet. Het kalibreren van een electroflux wormgatgenerator is een geweldige manier om het brein te vergroten. Really? D dat is niet wat ik wilde. Huh. Het is dus zwart. Het leek dus zwart. Oké, okay, well, uh, Nee, 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 Hester. Ge jij eens kalibreren. Die tut mag even niet kalibreren. Even Hester. Een volwaardige alien. Die we dus ook daar vandaan hebben gehaald. Wat nou is die calibreert? Oké, okay, hij is nu weer gekalibreerd, Right? Ja, dan ben je geconcentreerd. Of is dit gewoon letterlijk een manier om geconcentreerd te worden? That's it. Want dat vind ik echt jammer. Het is een wormgat generator. Dan mag je toch wel verwachten dat je gewoon gekke dingen kan doen. Het is gewoon niet gegund. Wat nou? Contact leggen met buitenaard te wezen. Wacht, ga nog niet even naar bed. Ontvoering voorkomen? Nee. Contact leggen. Dat is wat we willen. Je bent een alien, je wilt even naar huis toe. Kijk hier, hier zullen uh, buitenaardse wezens op afkomen. Misschien ontvoeren ze, uh, ontvoeren ze ons wel. I don't know. Het is altijd mogelijk. Oké, okay, om zeg maar te voorkomen dat we naar school uh, hoeven, kunnen we eigenlijk ook gewoon hier zogenaamd ziek melden. Doen we dat gewoon elke keer, uiteindelijk zien we wel wat, wat er gebeurt. Wat vervelend, heel veel beterschap. Eh, we zijn een keiharde leugenaar, jongen. Oké, okay, maar. Fuck it. Ik ga googlen. I ik zit me anders echt helemaal gek te maken. Oh. Ik snap het! Ik snap het! Oh my god. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. We hebben een wetenschapper. Don is de wetenschapper, right? Right, 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 right. Oké. Okay. Hier zie ik staan: generator installeren. Niveau 10 van raketwetenschapvaardigheid is vereist. Dat betekent dat wij. Met, met Don, want dan, volgens mij is het niet mogelijk met een ander. Het is wel mogelijk met een ander. Oké, okay, oké. Okay, maakt niet uit met wie we het dus doen. Uh, ik laat Jos... Ga ik zoveel mogelijk aan een raket laten werken. En dus ook uh, laten vliegen en al die meuk. Om dus uiteindelijk niveau 10 van raket... Wacht eens even. Jos, dat heb jij toch al? Twee wetering. Wormgatgenerator. generator. Uh, ik ben echt een sukkel. Installeren. Je hebt genoeg geslapen. Uh, je bent geen eens aan het slapen. Installeer de ding. Zodra die geïnstalleerd is... Dan kunnen we blijkbaar naar een buitenaardse planeet... Zullen we dat doen met Joost? Zullen we dat doen met Hester? Zullen we dat doen met Jos? Eh, ik stel voor dat we dat doen met Joost, aangezien hij de astronaut hier is, de crimineel in outer space. Dus dat lijkt me het beste als hij dat doet. Alleen het zal hoogstwaarschijnlijk een eeuwigheid duren voordat het ding geïnstalleerd is. En het cirkeltje gaat van start. Eh, misschien dat we ook een vrije dag daarvoor moeten nemen. Eh, snipperdag. Even, 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 even de baasje opbellen. Eigenlijk ben je eigen baas, maar we hebben even een vakantie. Eh... Uh, aangevraagd, zodat we lekker lang aan dit kunnen werken. Je gaat toch gewoon de hele dag aan werken, je bent nu ongemakkelijk omdat je ziek bent, misselijk, I don't give a shit, werk, 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 werk. Maar ondertussen wil ik Jos eigenlijk ook wel gewoon zo uh, goed mogelijk uh, de, 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 de gang laten gaan met raketwetenschap zodat zij uiteindelijk ook naar de ruimte kan en weet ik veel aliens kan afpersen of zoiets. <laughs> dat is echt vet. Uh, voldoende ruimte in het ruimteschip. De lading van de oude handelaar peilt uit het ruimteschip. Hij zegt dat Jos een gedeelte van de lading mag houden. Zolang ze de rest van de lading naar zijn klant op aarde brengt. Het ruim van het ruimteschip van Jos is niet zo groot en door al dat extra gewicht loopt ze het risico dat het ruimteschip neer zal storten. Moet ze dat risico nemen of slechts een klein gedeelte van de lading meenemen? Klein gedeelte, no risks. Uh, zeker niet uh, als je ver van huis bent. Iets wat verdachte lading. Jos laat een miserige hoeveelheid dozen in haar ruimteschip. Eén van de dozen rookt en uit een andere doos komt een jammerend geluid. Maar Jos stelt geen vragen. Ze bezorgt de lading op tijd en verdient zowat geld. Geld? 200 eckies. Nou nah, man, wat een vreugd. Jos heeft tijdens. Nou joh, dat geluid is wel erg uh, absurd. Jos heeft tijdens haar reis iets uh, gevonden: Eén dode roze walvis. Een dode roze walvis. Van alles wat je kan vinden, vind jij een dode roze. Oh god, Melvin. Oh, drolly. Melvin is te laat voor werk. Go, go. Asteroïden in aantocht. Wat moet Jos nu doen? Nou, deze hebben we net gehad. Probeer het te knallen. Het zal waarschijnlijk wel goed komen. Kind van je vader, hè? Kind van je vader. Jos heeft een ruimtesteen. Nou, je hebt een ruimtesteen. Je vindt wel erg veel daar. Heb dat kleine steentje. Zetten we gelijk uh, bij het toilet daar ook weer neer. Nog een keer een dode roze. Eerlijk, hoe vaak vind jij dode roze walvissen? Waarom zweven die daar? Die gekke beesten. Verbetering voltooid. Fuck yes. Oké, okay. oké, okay, dan gaan we doorwormgat reizen. Oh man, dit is zo'n spannende gaten hoor. Dit wordt echt een 2-infinity. And beyond. Oh my god. Ja, we zien je zo direct weer, hoop ik. Als je daar niet vast komt te zitten. Ik kom eraan. Oh, dat is toch prachtig, joh. Oké, okay, wat hebben we hier? Door wormgaan, uh, wormgat gaan. Het ruimteschip wurmt worm, zich door het wormgat heen. En komt bij een buitenaardse planeet terecht. Er komen allerlei rare geluiden uit de radio aan boord. En Joost wordt ineens van het ruimteschip afgeteleporteerd. Oké. Okay. Oh my god. Dit is een worm, wormgatgenerator. Wat is dit? Verzamelen, verzamel het. What the fuck is dit? Dit is zo cool! Een, na een nachtlampje? Heet dat zo? Oké, okay, wat is dit? En wat is dat? En wat is dat? Oh, wat is het? Lekker graaien in dat gaatje. Wow, wat heb je? Een buitenaard wezen heb je letterlijk gevonden. Zijn er hier toevallig ook nog andere aliens of zo? Dat is eigenlijk een beetje. Wiegerbakker, en die heeft ook gewoon een fucking smartphone in zijn hand. Maar. Is er niet een, 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 een bewoonde wereld hier? Een stad? Een, 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 een... Oh, nog een alien. Wie is dit? Esmee de Boer. Ah. Een verenplant. Een wilde. Aan deze kleine onvriendelijke uitziende buitenuitse plant groeien spitse veervruchten. Oogsten. Ik, ho ik hoor hier ook zoomgeluid. Oh god. Dit is zo so cool. Alleen, ik had eigenlijk eerlijk gezegd... Had ik wel wat meer verwacht. I don't know, gewoon. Een, een, st een stadje of zo? Dat zijn wel echt super gave dingen die hier gewoon zijn. Die we uiteindelijk voor de wetenschap ook weer kunnen gebruiken. Wat? Buitenuitse deceptie? Door buitenuitse wezens te ontdekken? Waarom houden ze dat geheim voor, voor mij geheim? Oh, daarom is hij boos. Maar er zijn hier letterlijk maar twee aliens: Wieger en Esme. Ik I, de. Oh, wat? Er is Fem Femke. Wat? Dus er zijn drie aliens. Uh, ga anders maar weer terug naar huis. Want je begint echt moe te worden. En dan. Uh, ik bedoel, je kan uh, moeilijk terug al uh, liggen te slapen. Uh, slapen. Oké, okay, tijd om terug naar huis te gaan. Eens dus even kijken hoe dat eruit ziet. Want je loopt wel erg vermoeid. Kom op, mijn jongen. Je kunt het! Bijna thuis. Bliep, bloep, die scoop. En je loopt er doorheen. Wat? Dat is echt cool. Oh, wat? Nee, wat? Wat? Nee, nee, ah nee. Simpelweg omdat hij moe is, moet hij hier in slaap vallen. Dat is echt fucking dom. Oké, okay, je, je hebt er een beetje bijgeslapen. Chop chop, hallo. Ga even naar huis toe. Ik zweer je, als. Nou, oké, okay, nu werkt het wel. Maar als hij weer terugkwam, dan zat ik echt. Nee. Joost, je mag naar bed hoor. Leuk dat je ook gewoon echt zo aan komt lopen. In plaats van dat je gewoon de raket weer terugneemt. Wat dus eigenlijk het meest logisch is. Maar hey, I'm not judging. Ah, geinig. Dat betekent dat dus nu gewoon iedereen, die kan dus als het goed is, door een wormgat gaan reizen, en dus naar die ene planeet toe gaan. Nou, nu we eigenlijk die buitenaardse planeet hebben ontdekt, vind ik het eigenlijk wel weer best voor deze keer. Bedankt voor het kijken, leuke video, duimpje omhoog, hè. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims. Doei doei! Vlarren. De karakter gestoord. Blurs, Mercialoop, Blurs. Mercialoop.